Het in Amersfoort gevestigde vleesrestaurant Rauw werkt nauw samen met de plaatselijke scharrelslagerij Jochem Diekhoff. Vanuit Rauw is er veel aandacht voor kwalitatieve en diervriendelijke producten om mee te werken. En laat Diekhoff die in huis hebben. Ik heb al hier, als je met een onderlaatse batterij gaat hangen, dan betaalt 20 euro voor een plankje ham. Dat is om het gaan hangen, dat is niks. Maar die ham is gewoon zo goed, er is zo lang aandacht aan besteed. En dat heeft nog zo lang in die kast gehangen, dat je echt in je mond stopt. En dat je denkt, ik ben in Italië of ik wil nooit meer een ander stukje ham eten. En dat lekkers komt dus van de scharrelslagerij. We hebben een hele mooie rijpingskast daar staan. Van 5 meter breed en 3 meter diep. Dus ja, daar presenteren wij ons gerijpt vlees. Waar zij heel veel mee werken en ook heel goed doen. Want zij doen ook een stukje beleving. Dus zij benen het daar zelf uit. Wij komen daar verder eigenlijk weinig aan te pas. De samenwerking startte toen Rauw-eigenaar Maarten van der Heijden zijn vorige restaurant runde. Daar is eigenlijk een hele leuke samenwerking ontstaan tussen Jochem en Maarten. Alleen Maarten die wou wat meer dan een klein bistrootje op de Hof. Dus die heeft een megatent neergezet wat onwijs goed gaat. En Jochem die vond het wel leuk om daar mee te participeren. Gedeeltelijk, want het restaurant hebben wij verder niks mee te maken. Maar alleen, wij hadden daar onze productieruimte. Achter de rijpingskast zit toch een ruimte, een worstmakerij hadden wij daar. En zo was er een hele nauwe samenwerking met de slager en de kok. Dat was leuk voor de gasten daar. Alleen kijk, overdag zaten er wat mensen te lunchen en dan staat er één slager een beetje worst te maken. Dus die hele beleving van het slager en de kok samen, dat werkte niet helemaal. Dus hebben ze ervoor gekozen om er een hele mooie rijpjecel van te maken. En dat, ja, dat werkt als een speer. Dat is heel mooi om te zien, zo'n kast. Het is veel leuker dan een zagrijnige slager daar te zien snijden eigenlijk.